Welkom bij experiment deel 59. Een brug bouwen van een vel papier. Kun je een brug bouwen met alleen maar een vel papier? Daar gaan we achter komen. Benodigdheden: een paar boeken en een vel papier. Nou, het is handig als je twee boeken hebt van ongeveer dezelfde afmetingen. Die zet je neer. Dat zijn de pijlers van de brug. Daaroverheen leg je een vel papier. Kan dat vel papier dit boek dragen? Nee. Ook niet een klein beetje. Alleen, stel nou dat je dat vel papier vouwt om en om, dat je een soort trappetje krijgt, en je legt dat papier dan hier overheen en je legt dan het boek erop. Wat gebeurt er dan? Dat kan die wel houden. Hoe kan dat? Als dit vel papier door moet buigen, dan is het zo dun dat de onderkant nauwelijks hoeft uit te rekken en de bovenkant nauwelijks ingedrukt wordt. Maar hoe dikker het wordt, hoe groter het lengteverschil moet worden als je dit ombuigt. Dus als je dit door wil laten buigen, dan moet de bovenkant flink ingedrukt worden en de onderkant moet flink uitrekken. Nou, dat levert dus best wel wat weerstand op. Zoals jullie in een eerder proefje hebben gezien, papier is best wel sterk. Nou, goed, en dit is nu precies de reden, als je een houten vloer van onderen bekijkt, dat de balken onder die houten vloer zo staan en niet zo, niet plat liggen. Want hoe hoger het is, hoe minder makkelijk het doorbuigt, want hoe meer kracht het kost om het door te laten buigen. Nou, doe dit gerust thuis na. Tot ziens!